Je luistert naar Topkapi Stories, een podcastserie van Topkapi Films, gemaakt door Fleur van den Bremer en Katelijne Bijn. Dit is de podcast over de liefhebbers. In 8 delen nemen wij je mee achter de schermen van deze bijzondere film van regisseur Anne van der Heijden en scenarist Marnie Blok. Een film over familiebanden, maar vooral over het zelfherstellend vermogen van de mens. Jouke van Houten speelt de rol van Laura. We zochten Jouke op in haar atelier in Amsterdam-Noord, waar ze vertelt over haar rol in de liefhebbers en haar passie voor edelsmeden. Want dat acteren, dat is allemaal wel leuk, maar het liefst steekt Jouke elke dag goud in de fik om mooie ringen te maken. Met deze machine is, kan je heel erg gedetailleerd, maar over het algemeen pak ik heel vaak gewoon een grote vel, want het gaat gewoon sneller. En dan moet ik altijd van mijn juf, moest ik altijd één kant op. En was dus in het begin deed ik alleen het heen en weer zo. Maar dat is niet goed. Ja. Zo ongeveer. Nou, stel ik wil het polijsten met de hand, dan pak ik dit is een soort, ja, heel klein borsteltje. Die zet ik er dan op. Nou, dan ga ik deze weer wassen. Het is gewoon een heel mindful gebeuren, want het duurt gewoon lang voordat je iets goeds hebt. Ja, nou ja, dat moet nog wel een paar keer. Je ziet dat hier begint het te glimmen wel. Even een doekie. En er is nog maar één poppetje. Ik ben op mijn atelier, as we speak. En ik heb net even alle lampjes aangedaan. En een beetje geïnstalleerd. Ik moet even de hondenspullen even opzij gooien, zie ik. En ja, dit is mijn atelier waar ik eigenlijk altijd werk als ik sieraden maak. We zijn hier in Amsterdam-Noord. Ik zie allemaal werkbanken. Wat gebeurt hier? Nou ja, ik heb hier een werkbank. Dat is een edelsmids werkbank. Dat is een soort bureautje met een uitgezaagd, hoe noemen we dat nou, cirkeltje eruit, waardoor je er goed in kan zitten. En dit is zo groot als een werkplek is voor een edelsmid. Een bureautje met al mijn spullen, zeg maar. Je moet je bedenken dat het gewoon een ding is met 101 laadjes, kijk. En daar zitten dan mijn vijltjes en mijn boordjes en weet ik het allemaal nog in. Hoe ben je eigenlijk begonnen met dat edelsmeden? Mijn vader overleed in 2016 of 15? Nee, is het 19? Oh ja, dan was het 16. En in diezelfde week hoorde ik dat mijn beste vriend, die zeiden ze dat hij toen nog maar 2 weken te leven had. Was heel plotseling. Had hij gelukkig niet, hij nog al een jaar geleefd. Maar en mijn relatie ging uit. Dus ik stond ongeveer in dezelfde week mijn vader had begraven, stond ik te verhuizen. En toen dacht ik, oké, nu word ik gek, nu moet ik iets gaan doen. Want anders dan draai ik door, het is gewoon een beetje te veel. En toen dacht ik, ja, sommige mensen gaan dan yoga of sporten en zo. En ik was niet zo van de sporten. En toen dacht ik, decorbouwer ben ik geweest. Als ik ergens rustig van word, is dat bijvoorbeeld van een luikje opknappen of een bankje, een nieuw plankje opzetten of bij iemand even schilderijen of gordijnen ophangen. Dat vind ik heel prettig. En ik ben heel erg gek op sieraden. En ooit waren de sieraden van mijn oma en familie en zo, die waren uit mijn huis gestolen. En toen was ik heel erg verdrietig. Toen dacht ik, ik moet dat een keer gaan namaken. Maar ja, hoe doe je dat? En toen dacht ik, en ik had al heel lang, speelde ik met het idee om een cursus te gaan doen. En toen dacht ik, dat ga ik nu gewoon doen. Dus dat heb ik toen gedaan. En dan kwam ik een soort van huilend binnen elke week. En dan ging ik lachend weer naar huis. Dat was echt fantastisch. En Els, mijn juf, dat was gewoon mijn reddende engel. Dat was gewoon zo iemand. Oh meid, kom zitten. Dat ziet er helemaal niet goed uit. Wat heb je voor rottigheid? Nou hier, ga maar even in de fik steken. Hè, voel je een stuk beter. Weet je dat? En dan ging ik inderdaad ook. Dan was ik daarmee bezig. Dan was ik ineens 4 uur verder. Dan had ik gewoon helemaal nergens over nagedacht. Dus dat was eigenlijk voor het eerst dat ik echt iets deed voor mezelf. Of echt een, ja, wat mensen kunnen hebben. Zo'n hobby. En is dat nog steeds zo dat je soms nodig hebt om dingen in de fik te steken? Ja, absoluut. Absoluut. Werkt ontzettend helend. Maar het is ook wel zo dat als ik een slechte dag heb, dan moet ik echt oppassen. Dan heb ik een soort belteam om me heen. Dat ik dan bel van, ik heb een slechte dag, maar ik ben wel bezig. Oké, stop nu met wat je doet, Jacob. Want zometeen gaat het mis. Want dan brandt hier de hele boel af. Nou, als ik dan te fanatiek word, dan
wil ik wel eens dingen waar ik weken aan heb gewerkt in binnen 5 minuten in de fik steken. En dan is het gesmolten en dan kan ik het gewoon helemaal nieuw beginnen. Dat is echt heel erg. Want ik ga gewoon door. Dus dat is gisteravond ook weer dit, zo zielig. Was ik hiermee bezig met het poppetje. Maar ja, ik heb zijn been geamputeerd. Zie je? Het is een klompje geworden. Het is een klompje geworden. Dus dit is, kan ik dan gelijk... Ja, dan kan je dus niks meer mee. Ja, of moet helemaal weer opnieuw benen aangezetten. Maar dat is gewoon... Misschien voor de Paralympics is het een goed idee. Ja, het is super kut. Hier, zij heeft geen hand meer. Dat is ook kloten. Dus dat zijn dan van die momenten dat ik te snel ben doorgegaan. En dan denk ik, oké, nu moet ik stoppen. Want anders dan ga ik het nog meer verkloten. En dan kan ik helemaal opnieuw gaan beginnen. Het is allemaal wel heel fijn en klein, hè, wat je maakt. Ja, gek, hè? Het is best wel raar voor iemand die vrij grof is over het algemeen. Maar ja, dat vind ik heel leuk. Maar het is ook een kleine mini-wereld dan. Het is wel moeilijk om het te verkopen, want uiteindelijk wil ik alles houden. Ik zie aan elke vinger ongeveer 4 ringen. Ja, klopt. Deze 3 heb ik gemaakt. Dit is een sneeuwvlokje. En die heb ik van een oude broche afgezaagd. En daar heb ik dan een ring van gemaakt. En daar heb ik dan een opaaltje opgezet. Het is alleen met filmen is het lastig. Omdat ik heb het altijd om en ik vergeet het dus ook. Dus dan kom ik aan en dan moet ik dus binnen 5 minuten moet ik dit ook allemaal weer af hebben. Dat is best wel een ding. En het zit ook echt helemaal vereeld, zeg maar. Het gaat er niet zomaar af. Als ik het af heb, dan ziet het altijd heel gek uit. Want dan zie je allemaal een soort van die grote inhammen in je vingers, omdat daar iets gezeten heeft. En dan ben ik altijd heel bang dat ik het laat liggen en zo. Ik heb het eigenlijk om, sinds ik die andere sieraden zijn gestolen, heb ik alles altijd om. Omdat ik bang ben dat het dan weggaat. In de Liefhebber speel ik Laura. En ja, dat is eigenlijk een huwelijk wat op dat moment niet zo lekker loopt. Ik heb een gezin. En het begint eigenlijk een beetje met dat mijn man en mijn kinderen allemaal moederdag zijn vergeten. En dat is al een vrij treurig begin. Je verjaardag zelfs. En, oh ja, sorry, je dacht moederdag, maar van verjaardag is het inderdaad. En ja, het is eigenlijk een beetje de koude kant van de familie, zeg maar. Ik ben echt zo'n managemoeder die alles, maar haar eigen leven eigenlijk die al heel lang niet meer in het zicht heeft. En eigenlijk al niks meer voor zichzelf doet. En alles is een beetje op zijn eind, zeg maar. Het is een beetje een treurig huwelijk eigenlijk. Hey Lea. Ja, dankjewel. Ja, ontbijtje op bed en ja, zeker. Hartstikke lief. Hoe is het met Jan? Oké, fijn, goed, gelukkig. Ik heb vakantie gekregen naar Agadir. Als je zo'n script dan leest, denk je dan, dit snap ik wel, dit voel ik wel. Nou, in principe staat eigenlijk alles weer best wel ver van me af. Want het blijft uiteindelijk natuurlijk toch altijd een verhaal wat niet van jou is. Maar je hebt altijd wel herkenningspunten of zo, dat je denkt, oh ja... Dat. En daar, dat haal je dan wel weer uit jezelf. Dat je denkt van, hoe had ik het ook alweer? Of bepaalde dingen zijn heel makkelijk op te roepen, omdat je een bepaalde soort energie ervan wel herkent of zo. Vind je het karakter van Laura leuk? Wat voel je er eigenlijk bij? Nou, het is wel een heel ander type dan ik. Dus in principe hebben ze het allemaal goed voor elkaar. Mooi groot huis. En zij is heel georganiseerd. Nou, dat ben ik van origine helemaal niet. Dus. Maar dat zijn altijd leuke dingen om te spelen, omdat je mag altijd even in een wereld, je denkt, oh my god, er zijn mensen die zo wonen, weet je wel. Je mag eventjes in die wereld duiken en dat zijn. En dat is wel heel erg leuk. Dus op die manier kom je altijd wel ergens. En dan speel je moeder van 3 kinderen. Voelen die dan ook een heel klein beetje als die van jezelf op de set? Nee. Nee. Ja, nee, dat niet. Het zijn natuurlijk altijd andere kinderen dan je eigen kinderen. Het is een heel ander. Maar het is met kinderen altijd best wel lastig om vrij snel iets op te bouwen van je denkt, oké, er is contact of zo. Maar ik ben altijd vrij goed met kinderen en dieren, dus dat gaat meestal wel snel. Maar het is wel, ja, het is wel anders. Soms voelt het ook echt wel van, ja, je bent echt aan het doen alsof, zeg maar. Over werken met kinderen. We hebben even gebeld met Beppie. Beppie Medische, ja. Dat laten we even aan je horen. Nou ja, ik heb toevallig net een kinderfilm gemaakt, een Kapsalon Romy, die moet nog uitkomen, maar daarin heb ik gespeeld met een meisje van 10 en dat was echt geweldig. Dat kind was zo
prachtig en zo oprecht. We hadden echt een hele goede chemie. Dat is natuurlijk ook wel eens anders. Want ja, kinderen, ze denken in eerste instantie, het is leuk om mee te doen met een film. Maar het kost ontzettend veel tijd. En het is uiteindelijk ook bloedzaai en vermoeiend. Enzovoort, enzovoort. Ik heb de neiging altijd om me heel erg met zo'n kind bezig te gaan houden. Omdat ik dat hartstikke zielig vind. Dat moet je niet doen eigenlijk. Als er een goede kinderopvang is, dan hoeft dat ook meestal niet. Maar dan nog. Ik moet er heel erg voor afsluiten. Ik denk altijd, god kind, ga lekker naar huis en ga leuk spelen. Want dit is uiteindelijk niet zo leuk. En verder ja, is het met kinderen en met dieren veel lastiger over het algemeen om te spelen dan met volwassenen. Omdat ze zijn nog niet in die discipline thuis van je moet nu en geconcentreerd enzovoort enzovoort. Dus dat wil nog wel eens moeilijk zijn en veel tijd kosten. Maar met mijn laatste film, met dat meisje, dat was echt geweldig. Nee, ik begrijp precies wat ze bedoelt. Het is echt wel ingewikkeld. Ik heb precies hetzelfde wat zij heeft. Dat je dan denkt, ik moet zo'n kind inderdaad... Er zit soms wel wat lading op. Dus ik begrijp het heel goed wat ze zegt. En dat is gewoon... En soms heb je echt kinderen inderdaad die dat je echt denkt, wauw. En soms heb je echt kinderen dat je denkt, ik weet echt niet wat ik moet doen. Ik weet niet hoe ik dit eruit krijg. Ik bedoel, de kinderen zijn niet vervelend, maar ik zie de kinderen zijn geen acteurs. Ze zijn in principe nog, weet je wel. Dus die, soms speel je liever gewoon tegen een plaat dan tegen een kind. Waardoor je denkt, nu ga ik heel gek spelen, omdat ik een tegenspel krijg waar ik helemaal niks mee kan. Dat herken ik wel, ja. Het is wel zo, met kinderen moet je wel veel geduld hebben. Maar soms is techniek ook gewoon heel heftig. Want bijvoorbeeld, we hebben één scène, dus in de ochtend. En dan gaan de drie kinderen, de ene gaat hockeyen, de andere springen weg. Er moet een koffiebakje. Allemaal hele kleine, ogenschijnlijk onbenullige dingen. Dus eigenlijk de meest simpele dingen in je leven, waarvan je denkt, dat loopt allemaal vanzelf, is op film heel lastig. Want je moet precies op dat moment dat blikje pakken, anders ben je weer niet scherp. En je moet hem wel op dat moment daar neerzetten, want iemand anders moet er naar een glas melk inschenken. En dat zijn dan eigenlijk van die hele tijdrovende scènes. Terwijl, gek genoeg zijn echte spelscènes, die zijn makkelijker, want dan ben je echt voornamelijk aan het spelen. Maar als het allemaal heel technisch is en heel erg gaat om cameravoering en de ene loopt die deur uit en tegelijkertijd komt aan die kant iemand op dat moment binnen, dan is het allemaal timing. Want als jij net 5 seconden te laat binnenkomt, ja, oké, moeten we toch weer opnieuw, weet je? Dat je denkt, oh, dat zijn soms echt van die scènes waar je helemaal gek van wordt. Dat je denkt, ik heb het verkeerd neergezet, sorry, nog een keer. Weet je wel? Of ik heb vergeten de bak crucie dan te pakken, want dat moest ik dan op dat moment pakken. En zeker als je met één camera werkt, moet het verschillende standpunten, moet alles ook weer exact hetzelfde zijn. Dus je moet het dan eigenlijk gewoon 30, 40 keer precies hetzelfde doen. En dan moet iedereen dat doen. En als je dan met 4 spelers bent en een hond of weet ik het, dan is dat echt heel lastig, ja. Ik heb gewoon gelijk. Echt wel. Je was een week geleden ook nog iets kwijt. Mam, ik kan mijn hockeystick niet vinden. Oh, wacht, ho. Hebben we nog ergens suiker? Waar moet alles in van die kloten bakken? Euro in het potje. Hij zei kloten. Muizen. Muizen? Ja, muizen. Ik ga douchen. Mag ik wat drinken? Ik pak wel even die stick. Doei. Fijne dag. In De Liefhebbers heb je een vrij serieuze rol. Je hebt relatieproblemen en je schoonvader is ziek. En er wordt eigenlijk niet zoveel gelachen. Nou, maar ik vind het juist ook heel leuk om serieuze dingen te doen. Want voor mij is humorachtig of komische dingen of altijd de chaot spelen is een soort comfortzone. Dus het is altijd leuk om ook een andere kant te kunnen doen. En ik ben blij dat ik inmiddels, dat ik best wel veel verschillende dingen mag doen, zeg maar. Sommige worden mensen echt altijd voor hetzelfde gevraagd, voor hetzelfde soort type. Dus ik ben eigenlijk altijd wel heel blij dat ik de kans krijg om het eigenlijk op verschillende manieren te doen, ja.
ben in 99 decorbouw gaan doen op de Filmacademie. En dat was superleuk. 2003 afgestudeerd, toen heb ik het nog een jaar echt gedaan. En toen was ik er eigenlijk wel klaar mee. Toen vond ik het eigenlijk helemaal niet zo leuk. Waarom niet? Nou, omdat het gewoon... ik vind het heel leuk dus om te klussen en om dingen te doen en om dingen te bedenken. Maar qua art direction, zeker toen, dat is zo'n ondergeschoven kindje. Dus je was uiteindelijk gewoon alleen maar heel erg gratis spullen over aan het regelen en kapot terugbrengen. En eigenlijk was je een soort veredelde verhuizer geworden, weet je wel? Echt iets maken, dat was dan het minste budget altijd voor. Dus het was gewoon niet zo leuk. En hoe ben je dan bij acteren gekomen? Nou, omdat ik daar altijd wel vrij luidruchtig op zo'n set rondliep. En toen is uiteindelijk Janoes Froschalk, die heeft toen een keer gezegd... Wil jij denk dan niet gewoon een keer een auditie komen doen voor iets? Want we zoeken eigenlijk wel een nieuw gezicht, een beetje jouw type. En toen heeft school toen gezegd van, nou doe dat maar. Want dat is wel goed, dan heb je dat ook een keer meegemaakt. En je doet Filmacademie, dus het is goed om alle kanten belicht te zien. En toen heb ik dat eigenlijk een beetje voor de vorm gedaan. En toen werd ik dat ook ineens. En toen vond ik dat toen echt verschrikkelijk, weet ik nog wel. Want dat was ook echt een soort moorddrama. Ik moest mijn vader vermoorden met een bijl en een incest. En ik kwam in de TBS-kliniek. En dat was echt gewoon veel te veel voor iemand die nog nooit gespeeld had. En toen dacht ik, nou, dit vind ik echt een beetje zwaar, hoor. Dat vind ik echt vond ik veel te heftig. En toen kwam een paar jaar later Willem van der Sande Bakhuizen. Of ik mee wilde doen met iets voor Waardenberg en Jong. En dat vond ik toen zo leuk. Dat ik dacht, oh, wacht even, dat is wel heel erg leuk. En ik zong altijd, dat deed ik altijd al, maar daar had ik bijna geen tijd meer voor. Toen waren ze heel erg op zoek naar iemand voor Turks Fruit. En toen dacht ik, nou laat ik dat dan maar doen, want het is zingen. Vond ik toen wel heel stom, dat ik dacht, Turks Fruit, musical, wat is dat? Wat kan je toch niet bedenken, zo verschrikkelijk. Maar ik dacht, ik ga het toch wel even doen. En toen werd ik dat ook. Dus toen zat ik ineens een jaar lang in een theaterstuk. Terwijl ik eigenlijk nog nooit echt... Ik had nog nooit op een podium gestaan. Dus ik schrok me helemaal de pleuris. En hoe wist je dan hoe je dat moest doen? Ja, niet. Het was een heel proces. Het was een soort van mini theaterschool in een jaar tijd. Met mensen die allemaal al lang in het vak zitten. Dus dat was... Anthony Kamerling noemde mij ook altijd de amateur. Ja, maar dat was ik ook. Ik had geen idee. Want toen ik voor het eerst opging, ging ik met mijn rug naar het publiek staan. Omdat ik alleen maar zei, maar er zitten mensen te kijken. Ik vond het zo, dat was zo, had ik zo geen rekening mee gehouden. Vond ik zo idioot. Maar daar heb ik heel veel geleerd. Dus ja. Hoe bereid jij je eigenlijk voor op een rol? Hoe bereid ik me voor? Dat heeft voornamelijk te maken met contact met de regisseur. Want als ik te veel voorbereid zonder de regisseur, dan ga ik iets mezelf in mijn hoofd bedenken. En dan willen ze misschien wat anders zien. En dan denk ik de Sjaak, want dan krijg je dat bijna er niet meer uit. Maar bijvoorbeeld nu ben ik bezig met een serie en dan hebben we best wel veel repetitietijd ook. En dat is gewoon heel fijn, want dan kan je gewoon langzaamaan gaan uitpluizen van wat wil je dan precies zien? Wat wil je precies de onderliggende laag hebben, zeg maar? En het gaat bij mij eigenlijk altijd heel erg op intuïtie eigenlijk, denk ik. Het ligt ook heel erg aan de regisseur in hoeverre je daar... Als ik bijvoorbeeld niet goed geregisseerd word of zo, dan ga ik te veel los. Dus dan ga ik veel te veel mijn eigen ding doen en dat is niet altijd goed. Dus... Hoe ging dat met Anna dan, ja, voor deze film? Ik vind haar echt fantastisch. Ja, ik ben echt heel erg fan van haar. Ze is heel precies. Ik ken eigenlijk weinig regisseurs die zo precies zijn, maar ook op spel. Sommige regisseurs zijn heel erg op camera, dus die zijn eigenlijk veel meer bezig met de cameravoering. En dan hebben ze iets van, de rest doe jij. Maar zij is heel erg, tot in details heeft zij volgens mij in de hoofd hoe ze het wil hebben, hoe ze het wil zien, van alle disciplines. Ja, ik vind het knap, ik zou het niet snel kunnen. Want jij speelt ook in musicals en je speelt in televisieseries en op toneel. Dat verschilt natuurlijk best wel qua werken. Ja, theater is echt wel een andere discipline dan film. Ten eerste is je moet letterlijk alle mensen bereiken die er zitten. En stel je staat in het nieuwe Luxor, dan is dat wel een opgave, zeg maar. Want dan zie je ze bijna niet eens zitten, zijn het gewoon stipjes. Je kan niet iets overdoen. Je moet het on the spot allemaal doen. Maar goed, daarvoor is het proces weer anders. Want daarvoor ga je eerst 2 maanden ellenlang repeteren en 100 keer dat stuk spelen. Dus dat is iets heel anders. En voor film moet je heel dichtbij, heel klein, heel realistisch eigenlijk te werk gaan. En dat is in theater natuurlijk heel vaak helemaal niet zo. Dus dat is echt een hele andere discipline. Is er iets wat jou beter past? Nee, ik hou echt van allebei. Alleen, ik vind het wel heel fijn om het af te wisselen. Want als ik een tour heb gedaan, dan ben ik daarna ook echt wel klaar met... Maar vooral eigenlijk met het spelen zelf. Dus niet zozeer
vertoeren zelf, zeg maar. Dat je dan dus 's avonds laat en dat je elke keer opnieuw... en dat het altijd hetzelfde verhaal is elke dag. En dan ben ik zo, heb ik zo'n zin om te filmen en gewoon per dag andere dingen te doen. Dus, maar het, de afwisseling is eigenlijk perfect. Ook nog met de sieraden maken en ook zingen? Ja, gekkenhuis, hè? Ja, ja, ik zit nooit stil. Ik heb nu voor het eerst een soort week vrij en ik ben nog niet vrij eigenlijk. Dan wil ik de hele week hier zitten, ja. Ik mis het ook als ik bijvoorbeeld op tour ben of zo. Dan wil ik echt gewoon, oh, ik wil even smeden. Ik ga eens even kijken in mijn geheime laadje wat ik allemaal nog heb. Ik ga gewoon speuren. Dus ik heb nooit een specifieke zoektocht. Ik ga gewoon ergens naartoe, naar zo'n edelstenenbeurs of zo. En dan ga ik gewoon kijken wat ik interessant vind. En denk ik, oh, daar kan ik vast wel wat mee. En zo heb ik met de jaren eigenlijk een soort bak opgebouwd met dingen waar ik dus af en toe, als ik dan even geen inspiratie meer heb, dan ga ik toch denken van, nou, misschien wel leuk om dan bijvoorbeeld dit hartje en dan dit er aan te maken en dan daar een hangertje van te maken. En... Want wat maak je eigenlijk allemaal, Jelka? Nou ja, van alles. Van alles. Ik maak voornamelijk 3D-gezinnetjes in zilver of goud. Allerlei verschillende poppetjes gegoten, het liefst zoveel mogelijk bewegend. Iets waarvan je denkt, oh ja, dat herken ik. Hier heb ik dan een mannetje met een kindje op zijn nek, weet je wel, dat soort dingen. Dus dan maak ik eigenlijk voor mensen die dan bijvoorbeeld hun gezin willen hebben. Dus niet bijvoorbeeld een medaillon met hun namen, maar toch iets, net iets meer. Dan kan ik dus eigenlijk een heel gezin bij elkaar bouwen. Voor deze dingetjes maak ik vaak assieraden. Er zijn heel veel mensen die willen dan het as toch nog wel eens een bepaalde manier van iemand mee bij zich dragen. Nou ja, ik weet hoe het is om mensen te verliezen. Dus ik weet ook hoe dat kan leven of zo. En dat vind ik dan heel erg leuk om te doen. Dan maak ik eerst een kastje helemaal. En dan uiteindelijk, als het kastje bijna helemaal klaar is, dan nodig ik die mensen uit. En dan komen ze hier met het as van opa, oma, vader, moeder, weet ik het wie. En dan haal ik altijd taart. En dan gaan we taart eten en dan gaan we het samen vullen. En dan kunnen ze het daarna meenemen. Het hele voordeel van dit is dus dat ik dus niet nadenk, want ik denk de hele dag na. En als ik dus hier bezig ben, dan ben ik echt alleen maar hiermee bezig. En dat is gewoon heel, ja, heel bevrijdend eigenlijk, want het gaat maar door, die kookpot. En het is juist dat ik dus alles vergeet en daarna ineens denk, oké, wat moest ik ook weer in het echte leven allemaal doen? Het is niet een werkje wat je even snel doet of zo. Dat wil ik dus soms wel, maar dan krijg je dus geamputeerde beentjes. Snap je? Dan het mislukte werk gaat gewoon de fik in. Doodzonde. Daar gaat ze. Kijk, huppakee. Dan krijg je gewoon een klomp goud. Oh, zo pijnlijk. Het is een beetje warm hier, hè, van al het smeden. Ja, ja, ik heb net heel lang boven die vlam. Ik doe even een raampje op. Hoi, hey. Jeroen, kom mee daar. Hé, daar. Zie je hem? Nou, dat was het voor vandaag. Tot de volgende keer. Ik vond het leuk. En ik ga naar huis en naar bed. Meer over deze film vind je op www.topkapifilms.nl.